Namens Dutch Power heet ik onze deelnemers en in het bijzonder onze sprekers van harte welkom bij het webinar Energie van Zee. In particular, I would also like to express warm welcome to our foreign guest speakers. This afternoon we will do some presentations in Dutch and some in English. Mijn naam is Herman Sibbel, ben werkzaam bij ingenieursbureau Movares als business manager voor de energiemarkt. En daarnaast ben ik voorzitter van de connectiegroep van Dutch Power en verantwoordelijk voor de organisatie van deze evenementen. Vanmiddag zal ik uw gastheer zijn en samen met Michelle Brouwhuis trachten deze bijeenkomst in goede banen te leiden. 2 jaar geleden heeft Dutch Power bijzonder succesvol een seminar voor windenergie op zee georganiseerd. Inmiddels zijn de ontwikkelingen op de Noordzee in een stroomversnelling geraakt. En de ontwikkelingen in Noordzee worden steeds belangrijker voor de energietransitie en het streven naar een duurzame energievoorziening. Vol inzetten op windenergie is van groot belang om deze ambitie te verwezenlijken. Dit vraagt om verregaande initiatieven op het gebied van het ontwikkelen en bouwen van offshore parken. Vandaag hebben we een bijzonder programma met sprekers die ons het overzicht kunnen geven van de laatste ontwikkelingen en ons op de hoogte kunnen brengen van bijzonder aansprekende ontwikkelingen en ideeën die ongetwijfeld de offshore windenergie een nieuwe boost zullen geven. Daar krijg ik nu energie van. We zijn blij om onze eerste gastspreker Sander Gaastra te verwelkomen. Hartelijk welkom. Sinds 2019 is hij directeur-generaal Klimaat en Energie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hij is verantwoordelijk voor het klimaat- en energiebeleid in nationaal en internationaal verband. En de titel van zijn presentatie luidt: De Noordzee is onmisbaar voor het behalen van de klimaatdoelen. Een presentatie die is gebaseerd op de Noordzee Outlook 2030-2050, waarin het ministerie als onderdeel van haar beleid een blik vooruit heeft geworpen naar de periode 2030-2050 om de mogelijkheid van duurzame energieproductie in kaart te brengen, om tot een goede belangenafweging te komen. The floor is yours. Dankjewel Herman. Als het goed is, dan heb ik ook wat slides. En zijn er ook mensen die de slides voor mij door kunnen klikken? Ik kijk even of die slides gaan verschijnen. Ik hoop het wel. Intussen begin ik alvast. Dank voor de uitnodiging aan Dutch Power. En het is heel goed dat er brede interesse is voor dit belangrijke vraagstuk. Hoe wij de kans die de Noordzee biedt voor onze energietransitie, hoe we die zo optimaal mogelijk kunnen benutten. En Herman die zei het al, als je vanuit Nederland kijkt, maar niet alleen vanuit Nederland, als je vanuit Europa kijkt, dan is de Noordzee onmisbaar voor het halen van de klimaatdoelen die wij hebben. Graag de volgende slide alvast. De Noordzee is onmisbaar. Want die klimaatdoelen zijn ambitieus en die zijn zeer recent natuurlijk nog ambitieuzer gemaakt omdat de Europese Unie heeft besloten om het klimaatdoel voor 2030 te verhogen naar 55% en bovendien nu koerst op klimaatneutraliteit in 2050. Dus we hebben te maken met ambitieuzere doelen. Als onderdeel van die doelen geldt natuurlijk ook het vermogen om hernieuwbare energie op te wekken. En daarvoor is die Noordzee inderdaad, biedt daarvoor heel veel ruimte. We hebben heel recent, dat was in december van vorig jaar, de resultaten van de zogeheten Noordzee Energy Outlook gepubliceerd. En dat geeft een wetenschappelijk onderbouwd overzicht van alle mogelijkheden die wij zien om verdere verduurzaming van de energievoorziening te realiseren na 2030. En dan gaat het niet alleen over windenergie op zee, maar dan hebben we het ook over de opslag van CO2, dan hebben we het over gaswinning, dan hebben we het over nieuwe innovatieve technologieën. En we hebben het over systeemintegratie, met andere woorden de samenloop van elektronen en moleculen. Maar het zwaartepunt in de NEO ligt wel op de mogelijkheden voor de verdere groei van windenergie op zee en de consequenties daarvan. En daar zal ik in deze presentatie dan ook vooral op focussen. En waarom is die Noordzee nou zo aantrekkelijk voor ons, maar ook voor de andere landen aan de Noordzee?
Allereerst is die relatief ondiep en dat maakt de business case voor het bouwen van windparken toch aantrekkelijk. Dat scheelt enorm in de kosten van het bouwen van windparken. We hebben een relatief korte afstand, hè? Het is niet zo'n hele grote zee, maar een relatief korte afstand tot verschillende vaste landen. Ons eigen vaste land, maar ook het vaste land van ons omringende landen. Waar we kunnen aantakken op internationaal vertakte elektriciteits, gas en in de toekomst mogelijk ook waterstofnetten. Dat biedt heel veel mogelijkheden. We hebben een industrie en we hebben ook havens die een hele belangrijke rol kunnen geven, spelen. We hebben een maritieme industrie in Nederland die hier een belangrijke rol in speelt. We hebben op sleutelposities havens liggen. En niet voor niks worden veel windparken in het zuidelijk deel van de Noordzee ook vanuit Nederlandse havens gebouwd en ook onderhouden. En niet onbelangrijk, windparken op de Noordzee liggen ook in de nabijheid van grote industriële clusters in Nederland, maar ook in de ons omringende landen. En dat verzekert ons ook van een grote vraag naar duurzame energie. Want hoe je het ook wendt of keert, de energieintensieve industrie is natuurlijk wel echt de grote vraagpartij, de grote aanjager daarmee van een groot aanbod aan duurzame energie. Hier staat ook iets over CO2-opslag en geleidelijke afbouw van olie- en gaswinning. We weten dat we gas nog geruime tijd nodig zullen hebben als onderdeel van de Nederlandse energiemix. Maar dat geldt zeker ook voor onze omringende landen zoals België en Duitsland. Maar we zien natuurlijk wel een geleidelijke afbouw van de olie- en gaswinning op zee. Maar daarmee gepaard gaande een geleidelijke opbouw van bijvoorbeeld carbon capture and storage in lege gasvelden op de Noordzee. Zowel voor onze eigen industrie als mogelijk ook voor de industrie in onze buurlanden. Kortom, vele kansen op de Noordzee, maar ook een onmisbaarheid van die Noordzee om dit voor elkaar te krijgen. Laatste punt op deze slide is de juiste balans tussen de belangen van de energievoorziening en de verduurzaming en breed draagvlak, andere belangen met andere woorden op de Noordzee. Ik denk dat we allemaal goed voor ogen moeten houden dat energie niet de enige factor en de enige ruimtevrager is op de Noordzee. Er zijn vele andere belangen die daar ook een rol spelen. Ik noem de visserij, ik noem de scheepvaart, ik noem de natuur, ik noem defensie. Allemaal legitieme publieke belangen, met daarachter ook private en publieke partijen, die ook hun ruimte willen hebben op de Noordzee. En dat is precies de reden waarom wij in Nederland gewerkt aan een zogeheten Noordzeeakkoord. Dat Noordzeeakkoord is inmiddels ook tot stand gekomen en heeft ook de zegen gekregen van de Tweede Kamer recent vorige maand. En daarin hebben wij geprobeerd tussen die verschillende belangen ook een goede balans te vinden. Niet alleen met de betrokken overheden, maar juist ook met de betrokken organisaties die verantwoordelijk zijn voor andere belangen, zoals de havens, zoals de NGO's die ijveren voor het behoud van de ecologie in de Noordzee. En dat hebben we op deze manier gedaan via zo'n breed gedragen Noordzeeakkoord. Ik wil graag de volgende slide. En dan gaan we wat dieper in op wind op zee. Ik zei al bij de eerste slide dat de Noordzee heel geschikt is om onze klimaatdoelstellingen te realiseren, zeker daar waar het gaat om offshore wind. Maar dan zullen we wel het energiesysteem moeten gaan optimaliseren. En dat betekent dat we naast, noem het maar even, de uitrol van wind op zee, zoals we die nu kennen, grote windparken met een verbinding van elektronen naar het vasteland, veel meer toe zullen moeten gaan werken voor de langere termijn naar een systeemintegratie. En een systeemintegratie betekent dat we niet alleen kijken naar de systemen waarbij we werken met elektronen, maar ook geleidelijk aan moeten gaan kijken naar de koppeling met waterstof, met groene waterstof dus in dit geval.
om daarmee ook de druk op het systeem op de wal als energie aan land te verlichten. En daarmee zeg ik eigenlijk ook al iets over een ander belangrijk element, namelijk de koppeling tussen vraag en aanbod. Het is natuurlijk zonneklaar dat windparken offshore niet tot stand komen als de business case daarvoor niet optimaal is. En die business case die vereist allereerst dat er veel vraag is naar groene energie. En ik zei al in het begin dat in potentie die vraag heel groot is. Want pal aan zee in Nederland liggen meerdere industriële clusters. Die als zij moeten gaan verduurzamen in beginsel een grote vraag hebben naar groene energie. Maar dan zullen zij zelf ook dat proces moeten doorlopen om hun eigen processen ook geschikt te maken voor elektriciteit of voor groene waterstof. Nou, en dat is precies wat we in Nederland proberen te doen. We proberen goed te koppelen tussen enerzijds het aanbod aan duurzame energie door een bestendige pijplijn van de uitrol van windparken. En we proberen tegelijkertijd de juiste prikkels te geven aan de vraagkant, de industrie voorop, maar denk ook aan de mobiliteitssector, de juiste prikkels te geven via subsidies aan de ene kant, dat is de wortel, maar ook via heffingen, de CO2-heffing bijvoorbeeld voor de industrie bovenop ETS. De juiste positieve en negatieve prikkels om het proces van elektrificatie, verduurzaming in bedrijfsprocessen hier zo snel mogelijk te laten verlopen. En daarmee ook de business case voor de offshore windparken meer solide te maken. Aan zich kan die business case ook nog meer solide worden door de maatregelen die we recent in de aanscherping van de wet wind op zee hebben aangebracht. Daarin hebben we onder meer geregeld dat de levensduur van parken wordt verlengd van 30 naar 40 jaar. En dat betekent dus ook voor de initiatiefnemers van windparken een betere business case, want zij kunnen daarmee ook hun investeringen over een langere termijn afschrijven. Mag ik de volgende slide? Ja, wat verwachten wij nou als verschil in de wijze waarop we nu werken aan wind op zee, de huidige routekaart voor wind op zee en wat ons te wachten staat voor de periode na 2030? Wij denken voor die periode na 2030 en misschien ook nog wel een eerste ronde al als extra voor 2030, dat we toe moeten naar een grotere schaal van windenergiegebieden aan te wijzen. Om daarmee ook het tempo erin te houden. Nu zijn we gewend om orde grootte 800 megawatt te tenderen, 700-800 megawatt. Dat is ongeveer de schaalgrootte van de tenders nu. Wij denken dat het in de toekomst groter zal moeten, eerder in de orde van enkele gigawatten dan op de schaal van honderden megawatten. Om daarmee ook die systeemintegratie waar ik net over sprak meer de ruimte te geven. En we zien in de markt inmiddels voor een aantal marktpartijen ook dit soort initiatieven en dit soort vragen opkomen. Ik noem bijvoorbeeld NorthH2, een initiatief van meerdere partijen. Alleen marktpartijen, maar ook de nationale netbeheerders zijn daarbij betrokken. Om orde grootte 4 gigawatt offshore wind aan te gaan leggen. En daarbij ook al aan de slag te gaan met zowel offshore waterstofproductie als onshore waterstofproductie ten dienste van een aantal grote industriële vragers op de wal. En wij denken dat het nodig is voor de termijn na 2030 of kort voor 2030 om de ruimte voor dat soort initiatieven groter te maken. Daarnaast denken wij dat met een zo grote opgave op de Noordzee en dit soort aantallen, even voor de gedachtebepaling, de Europese Commissie denkt zelf aan orde grootte 300 gigawatt op de Noordzee, waar Nederland dan in een maximaal scenario volgens de NEO ongeveer 72 voor zijn rekening neemt. Dat is dus een heel fors aantal, dat Nederlandse aandeel. Dat is ongeveer een kwart van het totale aanbod maximaal op de Noordzee. Dat we dan ook echt anders moeten kijken naar die windparkontwikkelingen offshore. Dan zullen we moeten denken in termen van offshore interconnectie en dan moeten we denken ook aan offshore knooppunten, energy hubs zoals hier op de sheet zijn genoemd, waarbij we ook die interconnectie kunnen doen, maar waarbij bijvoorbeeld ook offshore waterstofproductie kan plaatsvinden.
De Denen hebben zeer recent een idee gelanceerd voor een energy island in de Noordzee. En dat is een energy island waar wij vanuit Nederland, daar hebben we ook een MOU over gesloten met Denemarken. Daar zullen wij met de Denen en wat ons betreft ook samen met de Duitsers actief over gaan meedenken. Als een van de hulpmiddelen die het mogelijk maakt om een dergelijk offshore grid echt volwassen vorm te geven. Nou, derde punt staat hier, heb ik eigenlijk al genoemd. Op het moment dat we dergelijke volumes gaan produceren offshore, dan kunnen we dat niet allemaal meer in de vorm van elektronen aan land brengen of verder over land vervoeren. Dus conversie naar gasdragende energiedragers zal dan echt noodzaak zijn. En vandaar hier ook waterstof nadrukkelijk genoemd. Dit alles vraagt ook tijdige infrastructuurinvesteringen, niet alleen offshore, maar ook onshore. En ook daar hebben we de eerste stappen al gezet. Wellicht is de afkorting PIDI al bekend, het programma Infrastructuur voor de Verduurzaming van de Industrie. In dat programma brengen we in kaart welke extra infrastructuur nodig is onshore om dit ook waar te maken. En dan moeten we bijvoorbeeld denken aan een backbone voor het transport van waterstof binnen Nederland. Hoe zorg je ervoor dat wat in Groningen aanlandt en daar het energienet ingaat, ook uiteindelijk in Gemelot en in Zeeland kan worden gebruikt. Maar ook de aansluitingen van een dergelijke waterstofbackbone op onze buurlanden verder Europa in. En als laatste bullet, ook heb ik dat eigenlijk al genoemd, dit werkt niet als er niet ook prikkels zijn voor de vraagkant van energie. Dus de stimulansen die we daarvoor moeten geven. Mag ik de volgende slide? En volgens mij is dat ook mijn laatste slide. Ik zie Herman al een beetje ongeduldig kijken. Mijn laatste slide, die gaat over samenwerking. We zullen dit, zoals we dit tot nu toe ook hebben gedaan, de routekaart voor offshore wind, die ligt er nu en die loopt tot 2030. En we zijn inmiddels al in drukke voorbereiding om de routekaart voor vanaf 2030 en verder met elkaar te gaan bepalen. Maar we moeten dit samen doen. Overheden op diverse niveaus, maar ook overheid en bedrijfsleven samen. Dit slaagt alleen als we hierin ook intensief met elkaar optrekken. En de ervaring die we daarin als overheid, als Rijksoverheid tot dusver hebben gehad, ja, die stemt wat dat betreft wel positief. Er liggen heel veel kansen die we ook kunnen benutten hier. Die ook kunnen bijdragen aan de economie van Nederland. Het is daarbij wel van belang, en ook dat staat hier op deze sheet als tweede bullet, dat we goed letten op het feit dat we, als het gaat om duurzame energie, ook zoveel mogelijk willen bouwen met de natuur. Met andere woorden, biodiversiteit en circulariteit ook nadrukkelijk in het oog moeten houden. Deze transitie slaagt niet als we deze transitie zo zouden doen dat die juist ook weer afbreuk doet aan biodiversiteit of het streven naar een verantwoord grondstoffengebruik. Dus ik denk dat de ambitie voor meer hernieuwbaar ook gepaard moet gaan met aandacht voor deze elementen. En daarvoor is dit publiek denk ik ook heel interessant, want ik heb in de gastenlijst veel bedrijven en namen gezien die juist daar ook op inhaken. Ik zei het al, we werken op dit moment aan de volgende routekaart. Onze bestaande routekaart loopt tot 2030, maar dat is te kort. We moeten zorgen dat de nieuwe routekaart snel beschikbaar komt. Om even een tipje van de sluier op te lichten. Wij werken eraan, ook al is het kabinet nu demissionair, dat in het voorjaar van 2022 een nieuw kabinet een besluit kan nemen. Dat zal dan in het kader zijn van een nieuw nationaal waterprogramma en het zogeheten Noordzeeprogramma, dat een nieuw kabinet besluiten kan nemen over extra windgebieden. In ieder geval voor de periode 2030-2040. Het wellicht al een doorkijkje naar 2050. En als het aan EZK ligt, dan zouden we in 2040 toch tenminste 38 gigawatt gepland moeten hebben. Voor de opgave van Nederland.
En we zijn op dit moment met de andere betrokken departementen daarvoor de voorbereidingen aan het treffen. Dus voorjaar 2022 daarover een besluit van een nieuw kabinet. En dit kabinet, ambtelijk ondersteund, bereidt die besluitvorming tot dat moment voor. Ja, en ik zei het al, dit slaagt natuurlijk alleen als we op tijd ook nadenken over de aanlanding van al die windenergie. Dus daar hebben wij ook een apart programma voor. We hebben het programma Noordzee voor de aanwijzing van de windparken offshore. Maar we hebben ook het programma Verkenning aanlanding windenergie op zee, waarin we met de betrokken partijen, bedrijven en overheden in kaart brengen waar die energie dan het best aan land kan worden gebracht en in welke vorm. Daar zijn we ook al mee aan de slag en uiteindelijk moet dat ook allemaal landen in besluitvorming in besluitvorming in het kader van de Omgevingswet, in het kader van de ruimtelijke ordening. Oké, Sander? Ja, ik ben er doorheen. Ja, fantastisch. Goed getimed. Dankjewel voor het duidelijke overzicht waaruit het belang van de Noordzee voor onze energietransitie nog een keer benadrukt wordt. Wat ik ook heel sterk vond is het belang wat je legde tussen het vraag en het aanbod. En ook de rest van het programma. Er zijn wat vragen opgetreden. En een aantal vragen zijn eigenlijk al beantwoord in de chat. Maar een deel van de vraag gaat over het zeeleven natuurlijk. En wat wij ons afvroegen is in hoeverre worden er nu ook gekeken naar om zaken te combineren. Bijvoorbeeld daar het combineren van visserij of natuur en windenergie. En is dat mogelijk? Ja, dat is absoluut mogelijk. Iedereen die daarin geïnteresseerd is, verwijs ik graag naar het Noordzeeakkoord. Want daar ging het in belangrijke mate precies over deze balans. Duurzame energieopwek aan de ene kant en aan de andere twee zijden van de driehoek. De belangen van de visserij en de belangen van de natuur. We hebben Europese verplichtingen op ons genomen als het gaat om het aanwijzen van voldoende natuurgebieden op de Noordzee. En het behouden van de biodiversiteit, of liefst ook het versterken van de biodiversiteit in de Noordzee. Ik denk dat als het gaat om de opwek van duurzame energie, dat dat heel goed hand in hand kan gaan. Want windparken kunnen ook broedplaatsen zijn van een nieuw zeeleven. En we hebben in dat Noordzeeakkoord daar juist ook afspraken over gemaakt. Ook met de sector, dus ook met de windenergie sector. Van hoe kunnen wij zo verantwoord mogelijk bouwen met zo min mogelijk hinder voor de ecologie. Maar hoe kunnen we ook zo toekomstgericht mogelijk beheren met zoveel mogelijk kansen voor de biodiversiteit. Denk aan kunstmatige riffen. Eigenlijk is het dan bouwen met de natuur, zou je kunnen zeggen. Voor de visserij is dat nog best een uitdaging. Ik moet ook zeggen dat de visserij helaas, en dat helaas zeg ik namens alle partners in het Noordzeeakkoord, dat de visserij nog niet heeft besloten om toe te treden tot het Noordzeeakkoord. Die gesprekken zijn onder leiding van onze voorzitter wel gaande. Sibylla Dekker is daar de voorzitter van dat Noordzeeoverleg. Ik denk ook dat daar wel degelijk ook kansen liggen. Het is niet alleen verlies van visgronden. Het is ook weer een kans voor nieuwe vormen van visserij op de Noordzee. En daarover zijn we en blijven we ook met de visserij in gesprek. Oké, dankjewel. Ik heb nog wat meer vragen gezien, maar een aantal van die vragen die komen verderop tijdens het programma nog aan de orde. Dus dan lijkt me niet handig om ze hier te gaan vragen als ze straks beantwoord worden. Ik wou jou bedanken voor je presentatie. En de eerste stap is genomen. En ik denk dat het belang van de Noordzee heb je heel duidelijk centraal gezet. En ook wat ik heel sterk vind is dat je zei in het begin Dat we eigenlijk de lat nog hoger hebben gelegd. Dus dat betekent dat de uitdaging voor de komende tijd nog groter wordt. Nou, dat past fantastisch in de rest van ons programma. Daar gaan we het over deze uitdaging hebben. En de stappen die daarin gezet worden. Dus ik wilde eigenlijk onze volgende spreker aankondigen. En jou bedanken. Dankjewel. En veel plezier vanmiddag. Dankjewel. Setcan. We are proud to introduce our next guest speaker today. Setcan Kabul, power engineer at TenneT, experience in HVDC, power electronics and power systems. He represents the asset management department of TenneT in the Netherlands, and he plays an important role
in solving complex engineering problems as part of the multicultural team of the 2 gigawatt program. The title of his presentation is 2 gigawatt program, novel HVDC connection, grid connection systems for offshore wind integration. The floor is yours. Thank you, Herman, for the nice introduction. Hello, everyone. So today I will talk about the new 2 gigawatt grid connection systems of TenneT. And I have structured the presentation such that it follows an informative way of expressing things from more generic information towards the detailed information towards the end of the presentation. So first things first, the offshore wind ambitions. As you might already know, the Paris Climate Agreement aims 80 to 95% CO2 reduction by 2050. And Europe has identified offshore wind as one of the most strategic pillars to achieve that goal. So that means we have to step up the offshore wind connections in North Sea. And in more concrete terms, it means we have to increase the offshore wind capacity that is 2 gigawatt at Netherlands in today towards 11.5 gigawatts by 2030. And similarly, in Japan, it also operates. We have to increase the capacity from 7.7 gigawatt to 20 gigawatt by 2030, plus another 20 gigawatt addition towards the end of 2040. Basically, adding offshore wind farms mean it also has to be connected from offshore to the main high voltage grid, such that the power is transmitted from offshore to the consumers in onshore. And for that, we develop what we call grid connection systems. Basically, the grid connection system is a transmission system that connects a remote and power generating facility to the main high voltage grid. And while doing so, with this 2 gigawatt program, we will be introducing 2 gigawatt plus minus 525 kV bipole HVDC systems. And that will be an upgrade of the existing systems that we are currently building, which are 900 megawatt asymmetrical monopoles that is introduced as part of the X-Wind connections in Germany. And the main reason that we come up with the new concept is to increase the availability, to reduce the spatial and environmental impact, as well as to reduce the levelized cost of energy. And to achieve these goals, we introduce this innovative and future-proof technology. And that means to achieve the goals that we are just trying to end up by 2030, TenneT has to realize at least 5 2 gigawatt HVDC grid connection systems between 2028 and 2030. So two of these connections will be in Netherlands, which we call the IJmuiden pair projects, Alpha and Beta, plus 3 grid connection systems in Germany, which are called Bauwinds. So that means TenneT is going to increase the pace of grid connection systems from 1 gigawatt per year to 4 gigawatt per year. And the quantity of the grid connection systems will increase from 1 per year to 2 per year by 2030. And how we try to achieve this goal is by standardization. And we mean by standardization that we will build systems that will look the same and that will act the same. So within this 2 gigawatt program, we are defining all the basics for the 2 gigawatt grid connection systems. And that comprises of the technical operation and maintenance concepts, as well as the project controls, project management, and execution strategy. Of course, each project will connect to a different point, and there could be certain differences that come from either the soil conditions or, let's say, the local regulations that could also span the differences between the grid codes in 2 different countries. And those items will also be incorporated in the project-specific parts of the standardized solutions. And the main reason that we want to standardize is that standardization offers certain benefits. And that could span from building on lessons learned, eradicating the uncertainties and risks,
increasing the confidence across the supply chain so that they would know what kind of systems they have to build and deliver to the customers, and also to allow optimization of the fabrication process and possibility of some mini-series production. And all of this would eventually also result in efficiency gain during both project execution as well as during the operation and maintenance phase of the asset through its lifetime. And in total, we are expecting that these steps that is taken care of will end up in substantial savings in both CAPEX and OPEX of the rail connection systems in total. So what we have standardized so far is basically the HVDC system design basis. For those who are maybe a little more involved in the HVDC system technical aspects, here I'm showing you a basic single line diagram of the 2 gigawatt HVDC system. So if you start from right, this 400 kV is a Tenet onshore grid. And basically the bipole system comprises of two HVDC poles that could operate independently from each other to a very great extent. And of course, when we go to the offshore part, the offshore wind farms will be connected to HVDC transmission system, and they will also be part of the eventually the operation of the HVDC system. So the system, as I said, will be a bipole topology with DMR. As the cable technology, we will use 525 kV XLPE cables. The cables will be laid together in a bundled configuration, again, to minimize the environmental impacts. And for the grid concept of the offshore AC grid, we will be continuing with the 66 kV direct link grid concept, which is also already introduced in the latest XFIN projects in Germany. And previously I said this solution that we are building will be future-proof. And what does it mean? We have two concrete examples. The first part is the connection of the offshore consumers. And in this context, the offshore consumers could mean, for example, oil and gas platforms who need electricity to operate their processes. And previously, I mean, traditionally, these platforms use diesel generators. And the idea is that we could replace these diesel generators by clean power from offshore wind. And maybe the more important aspect, it was already mentioned in the previous presentation that the systems that are building in North Sea should enable interconnection between multiple countries. And to fulfill this goal, we are building the HVDC systems of the 2 gigawatt program as multi-terminal ready. I will also go into the details of what it means being multi-terminal ready. But before that, let me also spend a few words about the cable technology. Basically, the 525 kV HVDC cables is essential to realize this 2 gigawatt HVDC offshore grid connections. If you already know that the voltage rating of the HVDC systems are often determined by the technology of the cable, because the converter has a modular technology which enables easy scaling up. And for that, it is highly essential that 525 kV XLPE HVDC cables for offshore applications are available to realize this concept. And the onshore cables at the same voltage level are already completed pre-qualification for the German HVDC corridors. And for the pre-qualification of the offshore cables, there is an already ongoing process. There are 8 suppliers participating from various countries of the world. And the testing is ongoing at the moment with expected finish by 2022. And with that, let me move towards the multi-terminal readiness I have just promised. Basically, the IMATA power connections in the Netherlands shall be able to accommodate a future wind connector. And here, wind connector is a special term that we use, which has the functionality of operating both as a standard interconnector, as well as connecting offshore wind by using the same assets.
For the case of Ireland and Pair, the most likely candidate is actually the United Kingdom, considering the locations. And of course, the UK is also a separate AC system, and the interconnection between UK and the mainland Europe is always a positive business case from the commercial perspective. So multi-terminal readiness will mean for the IMADM Fair projects is that the basic design of the HVDC system shall incorporate the stresses that are coming from the multi-terminal system aspects, as well as it will have the functionality to be able to be operated in a multi-terminal setting. So for that, we would reserve the necessary space in the offshore platforms to accommodate the additional equipments, which most likely be in the forms of additional switches to connect the interconnecting cables. But on top of that one, the HVDC system will already have the functionality of in the software, mainly as part of the control and protection system design that would incorporate all the necessary MTDC functions. However, the very nature of the project is set up such that the MTDC conversion from a point-to-point system actually occurs in two steps. So the first of all, as TenneT, we built the point-to-point HVDC system in the Netherlands. So in that figure, that means the green box that you see here. And on top of that one, there has to be a separate contract with the partner in the UK, which comprises of, you know, different contractual bases, different execution teams, timelines, and potentially different contractors that deliver the HVDC system. So that requires us to come up with a separate technical basis with minimum preconditions for common features. Of course, the first thing is that the DC voltage levels of both HVDC systems have to be identical. The configurations, the topologies of the HVDC systems should be compatible with each other, ideally the same. And of course, there should be a definition of common operational principles based on the projected use case of the MTDC assets. And here it is really important because by the nature of these projects, I mean, they are big in size, but they're also, you know, the contractual timelines different. And it could mean both of these HVDC systems are built by different HVDC suppliers. And this actually imposes a significant challenge that is not, that we are not really used to in Europe, because that would require the assets to be interoperable. And that means systems from different suppliers have to work together. And in that aspect, TenneT's technical preparations will support a multi-vendor approach, which covers a certain technical aspects like the data exchange, coordination between different units, and of course, testing of both functional and dynamic performance, as well as the commissioning. And to actually deal with this issue of interoperability, there is already a significant acknowledgement at the European level. For example, there is a project initiated called InterOpera, which aims to enable interoperability of multi-vendor, multi-terminal HVDC grids to again contribute to the ambitions for offshore wind. And this project is basically is actually consisting of a consortium governing many institutions, such as the TSOs from Netherlands, Germany, France, Denmark, etc., HVDC suppliers in Europe, offshore wind developers, European associations, as well as research institutes like TU Delft. And with that slide, I actually come to the end of my presentations. So if you have any questions, I'd be happy to discuss them. Mr. Kabul, compliments with your presentation, which shows that the 2 gigawatt program will play an important role in the ambitions for coming years, and that the far-reaching standardization will greatly increase efficiency. There are a lot of questions, actually. I'm hesitating to ask you them all. One of the first questions is it possible to connect such a huge amount of capacity, you are talking about 2 gigawatt, to the onshore grid? Yes,
It is definitely possible. I mean, TenneT has already made investments in the high voltage grid to enable such interconnection. On top of that, one TenneT grid is fully integrated with the continental Europe grid, so the short circuit capacity of the onshore network is enabling us to connect such offshore wind to the main grid. Okay, and I think there will be also several places the connections, not on one place. Yes. Another question is, what about the security of supply? And they are relating to the experience with the Cobra cable, that they had some starting problems. So how, what will be the situation in this case for the 2 gigawatt program? Yes, so that's also a good question. I mean, to deal with this problem, first of all, one of the issues in continental Europe is that the loss of generation is limited to 2 gigawatt. So this 2 gigawatt connections are basically a restriction that we inherit from that particular design criteria, such that a loss of a certain asset does not lead to loss of generation more than 2 gigawatt. On top of that, we are building these 2 gigawatt connections as a bipole system. So that means in most cases, an outage or an basically contingency results in a loss of only 1 gigawatt transmission capacity. And that enables us to de-risk the situations that could potentially endanger the security of supply. Okay, clear answer. Then maybe another question related to this. And the UCPTA grid, there is already today worries about the loss of inertia, rotating mass, and connecting a large wind farms by HVDC sounds it's no longer contributes in a direct way to the system inertia. That's also a really interesting question. You think that we have to solve these problems? First of all, I mean, the offshore wind turbines, the latest technology comprises of a type 4 wind turbine. Basically, this is already a power electronics based interface. So the generator of the wind turbine never connects directly with the AC system. And by default, whether you connect the wind farms with AC or HVDC does not make a difference in terms of the static inertia for this particular wind turbine technology. But however, on top of that one, the amount of share of power electronic grids, power electronic devices in the grid is indeed a concern for inertia reasons. And to tackle with this problem, there are various initiatives both within TenneT as well as on the ancillary level to introduce concepts such as inertial response from the HVDC systems and other power electronic devices to contribute to the loss of inertia by simply decommissioning the traditional generators. Okay. You are talking about this 2 gigawatt project and the standardization. We have already quite some connections. And will that standardization will be the same? How is there, you know what I mean? In previous connections in Netherlands, that we have completed 2 grid connection systems in Borsele Alpha and Beta, and 3 more are on the pipeline, basically being built at the moment. And these connections were 700 megawatt AC connection systems. They were suitable for, let's say, close range offshore wind farms. And starting from IJmuiden Ver, the distance from the wind farm to the shore is at least 150 kilometers. So the AC solutions are no longer suitable from a technology perspective to connect such wind farms. And that's why the new connections are coming as part of the HVDC system. So you get also a new standardization. Yes, so we can also say that the step one was AC standard. Now as a step two, we go to the DC standard. Okay, thank you very much. And I think we have to stop because of time. Thank you for your presentation. And I will start to introduce the next speaker. Thank you. Thank you all. Bye-bye. We are proud to introduce the next
speaker today, Matthias Leubermann. He's Asset Manager for Offshore Maintenance Standards and Strategies at TenneT Germany. And he has background in hydrodynamics, ocean and coastal engineering, as well a lot of experience with maintenance strategy. Together with some suppliers, TenneT is developing the future HVDC offshore platform to set the standard. A hybrid solution of multiple innovation key applications. Today, Mr. Leubermann will give us an insight into the newest development. The title of his presentation is The Future of Offshore Platforms. The floor is yours. Thank you very much, Herman, and thank you for the invitation. Good afternoon, ladies and gentlemen. Yeah, well, The Future of Offshore Platforms, that's the title for today. So we simply flip to the next page. Yeah, the goal of the energy transition is ambitious, and the challenge we're trying to meet is by fostering applying new ideas. In that special case, you will now see a movie of a hybrid solution for the potential new, let me say, design and setup for an offshore grid connection system. Efficient mobilized offshore transmission technology. Offshore wind turbines are already an important pillar of the energy transition. In order to transmit wind power from sea to shore with as little loss as possible, converter platforms convert alternating current into direct current. However, construction, operation and maintenance of such platforms on the high seas are very cost intensive. Innovations are opening up new approaches for platforms that reduce costs by shifting maintenance work to the mainland. The low-maintenance alternating current components, on the other hand, are located in containers on the seabed. These containers are pressurized with gas. The ambient seawater surrounding the pressure vessels ensures their cooling. An additional advantage, the energy consumption of the entire platform is reduced and the construction weight is significantly lower. Shipping traffic is not affected by the containers on the seabed in any way. The subsea containments include auxiliary transformers, gas-insulated switches, shunt reactors, power transformers, as well as an uninterruptible auxiliary power supply. A wall-like enclosure protects the subsea containments from tidal and wave orbital currents. The elements of the DC power electronics, as well as a few remaining auxiliary systems, are located above the water surface elevated. The tanks are arranged in a honeycomb shape, thus saving space on the platform. Three cooling options are available for the platform. Seawater cooling with self-regenerating heat exchangers. Adiabatic convective wet cooling with Venturi effect and improved airflow. And convective vessel cooling jackets. The maintenance of the platform can be done by ship. The platform itself has a mobile crane device. It then releases the DC technology container from its mounting bracket and transports it to the ship's deck. It is also possible to change the DC technology from the ship. For this purpose, the ship fixes its position with telescope-like grapplers on the jacket of the platform. A hydraulic lift then releases the DC technology from the mooring and transports the container to the ship's deck. With the AC technology, a grappler of the ship pulls the subsea containments out of the water surface. The cable spiral is pulled apart, spanning the distance between the seabed and the water surface up to the ship's working deck. The containers are changed above the water surface, the subsea containment is unplugged, and a new one is plugged in. The new platform is generally modular. Several platform elements can be combined. The cooling of the elements is based on simple physical principles, for example, natural circulation. The remaining labor-intensive maintenance is shifted to land. This is a major advantage as it allows costs to be reduced significantly. The newly gained space on the platform now potentially offers space that can be used for future-oriented technologies such as hydrogen production. Sustainable, reliable, affordable. Lighting the way ahead together.
Okay, I hope everyone enjoyed the film so far. So yeah, what you see in this picture is, of course, this is on the left-hand side, you see the state of the art of our installed technology. And on the right-hand side, you see the magnitude of the potentially new technology that is now started in a small scale development. So what is resembling is simply the same functions and the same capacity is installed in both type of assets. But the main difference between, let me say, the old state of the art and the new state of technology is that it doesn't contain accommodations anymore. So there will be no overnight staying on the platforms for maintenance anymore. So now the approach by doing so has a certain background. You've seen the 2 gigawatt project before. We use more or less in our 2 gigawatt approach an optimized high voltage equipment that is optimized for onshore use. The offshore platform encases an onshore station setup. So it is more or less was brought from land to sea. It contains accommodation, as mentioned before. And of course, what we see now with a 2 gigawatt project, it is an optimization and upscaling. So we're getting bigger and bigger simply to have more effects in scaling. The new approach is a mobilized offshore converter that is mobilizing parts. We want to have a geometric standard. That means it is basically modular. It is flexible in the use of the containments, so multiple things can be stuffed in there. It is mobile. You can bring it to shore and back and get it in place. And of course, we want to simplify things. That was mentioned by using physical simple functions like, for example, cooling, so we can surrender certain pump and circulation circuits. And of course, it is partly needed to modify high voltage equipment. So this is the very much difference. We need to modify parts of the high voltage equipment, especially the transformer needs to be redesigned to fulfill this. And of course, the difference basically is here in downscaling things. So, yeah, and by downscaling, to do so, we want to achieve a high quantity of serial standard effects and capacity modules. So that can, let me say, boost certain economical production and series effects. So yeah, we want to design something that meets the challenges of today and tomorrow. It was already mentioned that we want to have a so-called sector coupling. So we want to combine certain energy forms, of course, electricity and the generation of hydrogen or further products from power to X applications. The first basic intention was, of course, to increase the affordability by leveraging installation costs for large offshore wind for this concept. Moreover, we want to shift maintenance activities to the more cost-effective working onshore, which is quite sure. For example, the ratio between handling things onshore and offshore is 1/6. So going offshore is 6 times more expensive for maintenance to do it onshore. And of course, we want to increase the efficiency by spare part pooling. The next part would be, as I said, we want to provide a flexible solution for post-in-service wind power generation capacity increasement for wind turbines, overplanting on existing wind farm fields and future repowering. This is due to the possibility that we can use existing wind farm fields and, of course, if, let me say, you have an exceeding license on these and you can go for repowering and you have a flexible solution in place, then you can meet these demands. And of course, that was mentioned before, we want to build a future-proof solution. And it also brings, of course,
a decrease in the environmental footprint because it'll shrinking in its complete dimensions. So yeah, the development has started in a small scale. So what you see here is this subsea water containment for mainly the high voltage AC equipment. And this, what you see now in the picture, is a high voltage connection that does already exist. So the job is here first to have a modification that we make it to fit the offshore needs, that it can be exchanged in an offshore environment conditions. So the basic job is here, modifying existing technologies to meet this challenge. So by doing so, we want to, of course, have a cooperation with potential suppliers. That's quite clear. We want to adapt existing market solutions to suit the intended person even better. As I mentioned before, we have more onshore oriented technology in place offshore at the moment. I think we can fix this. We're generate an open standard so everyone in Europe can enter and use this. It is not limited to either, let me say, the Netherlands or the German market. And of course, we want to give a certain incentive to the supplier to join and support innovative solutions to make TSO and our business even better and more effective. And this is what we want to achieve as well. We can boost certain long-term initiatives, like mentioned before, the North Sea Wind Power Hub, and of course, the country and border exceeding interconnectors in Europe by increasing economical acceptance. So this is certainly one of our bigger challenges we have towards society. So, yeah, of course, to be mentioned, but not here in the core, is we have other applications possible based on the inventions. That is, of course, electrifying offshore oil and gas exploration and transportation business. This is already taking place in this community. So more of the equipment is going to be electrified. There is a potential possibility for a high voltage alternating transmission line extension for the wind park connections. That means that you can go a further distance towards the connector. And of course, by the way, we have a seawater desalination as a pre-process step for power to electrolysis applications beforehand. So by using, for example, low temperature energy sources like those residual heat losses from our polygex furnaces, for example, can be used, as well as, of course, from renewable energy sources. And the final one is, of course, that can be, there's very far away, offshore vessel and inductive charging or plug charging for offshore vessels. So all these, let me say, vessels that are in the future there, as mentioned before, fishing can be an option as well, probably in the future, they can then be charged and handled. Yeah, so this is it for today. Thank you very much. And of course, if you want to find out more bilaterally, yeah, please contact us. Thank you, Mr. Leumeman. Compliments with your presentations, with sharing us a spectacular insight in a very innovative solution for an HVDC platform. That will be the next step, I think, for the 2 gigawatt program. So maybe they should wait with their standardization and start to develop this one. There are quite some questions, you can imagine. The first question is, are there already vendors interested in this type of solution? Yes, we started with the first, let me say, the smallest part and the most important part is to have a high voltage connection ready for offshore use that can be used in that environment. And we have two companies that are interested in it. One is coming from oil and gas supply market, and the other one is a, let me say, I would say market, you know, well-known supplier of high voltage connection equipment. Okay, and you have also in that relation connections with the oil and gas industry?
This is something that is going to build be built up now. We have seen the interest of certain companies that are active in the oil and gas market, especially suppliers at the moment. Of course, there is some interest from Norway because they're very strong in this, let me say, field of application. And but the community itself is quite small. Okay, it's very specialized. Another question is, when you have this new innovative solution, it will be much smaller. Is it still possible to connect it with the cables and maybe even the pipe for the hydrogen? Yeah, this is certainly something that was surrendered towards a budget issue by making the films. Of course, they are cables coming from the AC side and, of course, leaving on the DC sides. Piping for hydrogen is possible, but, of course, that is a challenge towards safety issues because having, let me say, more or less a high explosive application on such an interconnector can be a good idea to save space, but of course must be considered technically being always on the top. So if you have a burn or blast out of the hydrogen, that it doesn't, let me say, ruin your converter. Yes. Or of course you have a certain specialized module to do so in the vicinity of it. So you have to have to give it special attention with the design. Yeah, exactly. Okay. Another question is corrosion, could that be a problem? Corrosion underwater is in high depths is not such an issue as in the splash zone. So things that are submerged, you have a minor saturation of oxygen in deeper depths. So the deeper the better. Okay, I also get quite some questions about will you share the presentations, of course? Yes, certainly. But I thought from you that this is the idea is to get an open standard, to develop an open standard, isn't it? Yeah, it is. It is a shell, let me say, be more like a lighthouse. It does not mean it is exactly this solution, but of course there are quite some thoughts in it and optimization loops done that it is, let me say, complying to our core business the best. Okay. I think we have had the most of the questions. So I would like to thank you for your presentation. And gave quite some response. So that means I think there's quite some interest in this solution. And because of the time, I'm sorry to say, I have to invite the next speaker. Thank you. Thank you very much. And the next speaker, we are proud to announce our fourth speaker. He's PhD in power electronics, Mr. Yin Sung. He's recognized as subject matter expert of HVDC and power converter technology, and he has a position of offshore wind electrical innovation lead at Shell Projects and Technology in the Netherlands. Mr. Sung will give us an insight in the transition towards offshore hydrogen electrolyze and the architecture of offshore wind hydrogen plant module. The title of his presentation is Flexible Offshore Wind Hydrogen Power Plant Module. Mr. Sun, the floor is yours. Okay, thanks, Chairman, for the kind introduction. So the title of presentation is Flexible Offshore Wind Hydrogen Power Plant Module. It's really just to take a holistic view on the asset of offshore wind together with hydrogen and what it can bring to the upcoming energy transition.
will give us a short introduction of the idea, why we combine offshore wind with hydrogen, and second, to go through a couple of key challenges in this holistic asset view, and then we conclude with some discussions. Looking at the future of renewable energy production, the forecast from Wind Europe has a quite ambitious plan to introduce up to 450 gigawatt of offshore winds by 2050, where 60 gigawatt are coming from the Netherlands. And what this means to the Dutch energy system, especially the energy power grid, is that more uncertainties will be present from the intermittent offshore wind renewable generation. But more importantly, that the energy transition that leads the electrification of the industry sector and also residential use will bring quite a lot of demand as well in this in the demand and supply equation here. And essentially, this is bringing the missing piece of the controllable loads, because traditionally the power system are built from using the generation to match the demand. But as we go forward, with the introduction of 60 gigawatt of production, seeing that the peak load over the years has been quite steady, and also the Dutch grid will unlikely to meet that tremendous increase of electricity. One thing we need to bring into the equation is the load to manage the power system in terms of supply and demand. it is so essential that we need to manage it well, because if the supply demand is out of bounds or out of sync, one consequence is obviously is that the frequency will go up and down, which will result into further reduction or unwanted reduction of load or generation. And this is essentially what happened in the UK back in August 2019. Quite a large number of load are being cut down or being unwillingly being cut out from the system. I think what we want to look at, the combination of offshore winds and hydrogen, is really to see what kind of this asset can bring in terms of flexibility, and also to provide a cushion or balancing mechanism in the future for high uncertainty renewable being balanced with a controllable hydrogen production. And this is essentially what this idea is about. And looking at this idea, there are several possible locations where you can generate hydrogen. You can divide it largely into onshore and offshore generation. With the onshore generation for hydrogen, obviously, you rely quite keen on the very critical infrastructure, such as the 2 gigawatts infrastructure tenant is building. But also there are possibilities to build a hydrogen plant offshore by repurposing some of the oil and gas platform, or you just build a new one. It is all possible. And the last but not least is to distribute the hydrogen production from turbine level and then try to send it to shore. All these are represented as possible scenarios. what I want to say today is to look at that onshore and offshore hydrogen equation, essentially break down to the question of which energy transmission infrastructure is cheaper, meaning that is it cheaper to transmit hydrogen through the pipe, or is it cheaper to transmit electricity through cables? This is obviously depending on the application. For nearshore application, when you use the AC connection, you can see that the blue bar comparison is the hydrogen production cost difference. Apparently offshore will be more expensive, but you need to admit that the pipeline is far more efficient power density carrier compared to cable. They can just carry more energy for the same diameter. So this is very essential. And hence that it is very distance related, because obviously for AC solution, the cable gonna dominate the cost equation. So for AC, the AC cable is one of the dominant factor, but also the bottleneck. If you go for far shore, AC will become increasingly difficult in terms of its technical capability for far shore connection, and HVDC will enter the equation as one viable option. But apparently once you go quite far shore, the power infrastructure cost is very likely to exceed the cost, the overall cost, which is going to drive the equation more towards the offshore generation of hydrogen. So this is really a question: how cheap is your power infrastructure? And the cheaper the power infrastructure, obviously, it is more feasible for you to produce hydrogen for far shore application, but then produce hydrogen onshore.
Another thing in the equation is the innovation you can bring from the HVDC. Apparently, HVDC is more flexible, more capable, but the cost is more expensive. There are several development that has been pioneered by power players, such as the diode rectifier unit being presented as a very cost-effective DC unit compared to the typical MMC HVDC. On the left, you have the diode with the transformer. On the right, you have the typical MMC HVDC tower stack. Apparently, the volume and also the weight is quite substantially different, given the diode a bit of more compact and also lightweight design feature, which are very beneficial for offshore application for HVDC. With all these different technologies, well, the AC is quite a logical solution for nearshore application, but as you increasingly go far shore, the technology difficulty and also the CapEx involved getting increasingly high, and that's where the HVDC, MMC, HVDC come into the picture. Although the initial CapEx investment is relatively high, but it offers quite a wide range of flexibility, and the differences between the HVDC and the AC are mainly represented by the additional cost from converter station and the DC platform. And compared to these two, the diode rectifier is really striking through as a competitive solution to challenge AC on the nearshore application, but also challenge HVDC on the far shore application, leveraging the cost reduction from the lightweight design of the diode with the transformer in terms of weight and also space. Looking at, so let's move slightly away from that AC-DC discussion, because one thing to build a hydrogen plant is to decide onshore and offshore, but another one is to look at, are we building it as a centralized hydrogen electrolyzed production, or can we build it decentralized? One solution apparently is to look at electrolyzer basically to build from the platform on the AC solution, but really electrolysis are using a DC as the main input. So alternatively, one can look at MVDC solution, and also the DC coupling is more attractive, looking at the electrolysis more as a chemical process that is sort of controllable. You need to build a controllable DC interface so that the DC bus bar can be regulated, so the production of electrolysis can also be controlled. And this is really the controllability part for electrolyzer. You can realize it through VSC, a thyristor, or even basically you can also realize it from the diode if you have a good interface. And the point is here that you can change the voltage that's seen by the electrolysis, and therefore you can change the current that are taken from the electrolysis to the left and right. And this is a simple illustration for that IV curve, similar to a solar system. And last but not the least, when we talk about offshore winds and hydrogen electrolysis, what is important is to regulate output. The wind turbine has a relatively fluctuating output intermittency that it brings to the system. By combining with electrolysis, there is a potential to provide flexibility to the power system by using electrolysis to regulate that, deregulate that short-term fluctuation by using electrolysis to follow the wind, so that actually most of the short-term fluctuation on a minute scale can be kept to minimum. And also by combining with the battery storage, there is even possibility to completely even out the high frequency movements of the wind. And therefore you have the PG in the middle at the red curve showed, that this is where you can control up and down, and then also control more electricity or less electricity. So basically swap the electricity with hydrogen production. Last but not least, it is possible to introduce additional grid forming so that you can continue production with wind, and by combining with the grid forming battery storage, all of these contribute to a potential feasible continuous operation. So even though during the fault you might have a shutdown, but the wind can continue product, and also with the battery storage, hydrogen can be produced, so that you're sort of free from this electrical fault. In summary, we are looking at the potential of a holistic combination of offshore winds with a hydrogen power plant module, so that you can systematically optimize a stable, secure energy production for the future.
And second is to look at innovative electrical infrastructure so you can bring a cost-effective solution for this holistic combination of asset. And last but not least, I want to emphasize the controllable and scalable hydrogen electrolysis is essential for achieving high renewable penetration level in the current power system, and therefore is one essential piece to achieve a higher penetration level of renewables. So this is all for my presentation. Thanks for your attention, and looking forward to the questions. Back to you, Chairman. Sir, compliments with your presentation. You have presented a clear picture of the overview of electrical architecture of offshore wind hydrogen plant modules and all the advantages of it. We have some questions. First question is, what is the planning for such hydrogen platforms? When do you think that this will be operational? How many years? Yeah, with respect to the current status, as you can see that from the consortium Nordist 2, there is announcements to realize 4 gigawatts by 2030 for the onshore production of hydrogen. And then we're looking at beyond 2030 to look at the offshore hydrogen production from the platform. The main reason is the technology readiness level for those hydrogen electrolysis to put offshore environment. And this is an essential step that needs to be de-risked, not only for the offshore environment, but also for the electrolysis itself to take seawater as the main input instead of the clean water. Mm-hmm. Thank you. Another question is, what is the status of the development of distributed hydrogen? Yeah, I think this is difficult for Shell to comment because as you can see that the distributed hydrogen production through wind turbines, and this is an area that you have seen some announcement from manufacturers. And up to today, there's no commercial realization. So the status is still in the phase that's to be deployed offshore and to be de-risked offshore. And the expectation is that this is not going to happen in the very near term, but we do expect that by mid of 2025 or beyond, this technology can be further offered in the market. So this is the current status, but it's not really in our pipeline to say we're going to build a wind turbine with hydrogen, but more we're looking at developments from the hydrogen side and to see how it's going to be implemented with turbines. And that represents a manufacturer-driven activity. And the concern there is mainly about how to collect those hydrogen. That's one of the main concerns. Okay, thank you. Yeah, there are still quite a lot of questions. Will the offshore electrolysis also be used to onshore photovoltaic in the summer to get a higher production rate? I take the question as one is trying to reverse the power flow from onshore photovoltaic to supply electricity to offshore hydrogen. That's my take on the question. It's definitely possible with the current infrastructure. I think we're looking at both pipeline as well as a cable to shore, so that this is a one asset that can produce either hydrogen or electricity. That's sort of like a gearless ratio that you can play with. So I think this is one of the goal if you're going to produce hydrogen offshore, you should be able to take some excessive of electricity as well. So it's not probably the traditional power plant. You can only produce power, but also there is a possibility to sink in power. I think that's the flexibility part we can offer to the market, so that both the upward and downward possibility is there. Okay, thank you. There are still more questions, but because of the time, yeah, I'm sorry to say, but we have to stop here. Thank you very much for your presentation. You did it very quick and within the time. Compliments. And I will now start to announce the next speaker. Als laatste spreker mag ik Erik van den Broek aankondigen. Hij is CEO van WSP Nederland. WSP is een wereldwijd advies- en ingenieursbureau
met ongeveer 50.000 medewerkers, waarvan lokaal 10 kantoren en waaronder het voor u bekende Petersburg Consultants. Erik gaat ons meenemen in een door WSP ontwikkeld idee voor toekomstige opslag van groene waterstof. En de titel van zijn presentatie luidt: de groene energiebuffer onder onze voeten. Erik, the floor is yours. Dank je wel, Herman. Goedemiddag allemaal. Mijn presentatie gaat niet zo technisch diep, zeker niet technisch diep zoals mijn vorige sprekers. Maar sluit wel mooi aan, hè, van windenergie op zee, het verbinden naar het land toe en het omzetten naar waterstof. Wij hebben gekeken met onze klant LSnet, de buisleidingenstraatbeheerder, van oké, we hebben nog heel veel ruimte in die buisleidingenstraat. En wat zijn de mogelijkheden om in te spelen op die behoefte in die energietransitie? Maar we vooral hebben gekeken naar opslag. Want de overgang van elektronen naar moleculen, dat geeft toch echt wel een uitdaging. De gasunie is daar volop mee bezig met zoutcavernes en ook hun gasnetwerk. Maar wij denken dat we mogelijkwijs met infrastructuur die al beschikbaar is, in basis beschikbaar is, dat we daar iets mee kunnen. Nou, dat hebben we onderzocht, daar hebben we met elkaar een aantal keer over gesproken, wat dingen op rij gezet. En de vraag die hier dus op deze slide staat, geeft dus aan van oké, kunnen we dus met een aantal nieuwe leidingen in die bestaande buisleidingenstraat een versnelling realiseren in de energietransitie? En wij denken inderdaad volmondig ja. En dat kunnen we denk ik best even kort presenteren in een filmpje wat we eerst even laten zien. Er worden momenteel een aantal grote offshore windparken op de Noordzee gebouwd. De elektriciteit die deze parken opwekken komt aan land in Vlissingen, Rotterdam en IJmuiden. Het is momenteel erg lastig om deze duurzaam opgewekte windenergie op te slaan. WSP heeft als oplossing om deze elektriciteit om te zetten in waterstof en deze op te slaan in een tracé van ondergrondse buizen. Deze nieuwe buizen worden aangelegd in de bestaande buisleidingstraat van LSnet. Op deze manier kan op een veilige en efficiënte manier een grote hoeveelheid waterstof worden opgeslagen. Waterstof biedt de mogelijkheid om flexibel mee te bewegen met vraag en aanbod. Deze nieuwe buis zal aangelegd worden in de buisleidingstraat tussen Rotterdam, Moerdijk en Antwerpen. Omdat er gebruik wordt gemaakt van al bestaande infrastructuur, heeft dit nauwelijks impact op de leefomgeving. Ook biedt dit de mogelijkheid om op korte termijn de duurzame energiebehoeften van de industrie te faciliteren. Daarnaast biedt dit mooie opschalingsmogelijkheden die interessant zijn voor alle Nederlanders. Zo is het mogelijk om met een gemiddelde capaciteit van een windpark op de Noordzee tijdens alle seizoenen zo'n 100.000 huishoudens te voorzien van duurzame energie. Dit is dus ongeveer een stad ter grootte van Breda, volledig voorzien van duurzame energie, mogelijk gemaakt door een flexibele energieopslag. Zo denkt WSP mee aan de wereld future ready te maken. Meer weten? Kijk op wsp.com/nl voor meer informatie. Ja, dus even terug naar het idee. Wacht even, dat is nog de vorige slide, excuus. Met een basale viertal leidingen van 48 duim. Krijgen we toch een behoorlijke buffer die we kunnen gebruiken, zeg maar, om de energiebehoeften van vooral in eerste instantie denk ik de industrie te voorzien. Doordat de buisleidingenstraat al de koppeling maakt tussen Rotterdam, Moerdijk, ook Vlissingen kan men koppelen en Antwerpen. Dus op basis daarvan kun je al eerst een stap zetten die op korte termijn gerealiseerd kan worden. Want de buisleidingenstraat is natuurlijk al is aanwezig, heeft ruimte beschikbaar, is planologisch al bestemd. Dus dat geeft de mogelijkheid om die dingen snel op te pakken. En waar we dus vooral naar op zoek zijn, zijn naar partijen die interesse hebben om die versnelling zeg maar mede vorm te geven. Het is bij ons slechts nog een idee, maar we zijn het op dit moment bijvoorbeeld als cases bij de pipeliner opleidingen zeg maar, voor aan het leggen aan studenten. Om ze aan alle aantal vraagstukken die we in die leidingstraat toch, hè, met deze toepassing nog hebben, om die uit te zoeken. Dus wij denken dat zeg maar, vooruitlopend op allerlei plannen die op dit moment spelen rondom die opslag, dit een vrij kordate oplossing is die vrij snel te realiseren is. Het is vooral flexibel.
Dus je kunt kiezen om een aantal meer of minder leidingen in die buisleidingenstraat te leggen. De koppelingsmogelijkheden zijn natuurlijk ook groot. Het is een opslag over een grote lengte. Wat veel flexibiliteit en interoperabiliteit mogelijk maakt. En we zijn dus nu vooral op zoek naar partijen die met ons het idee verder willen brengen. Dus de vraag is eigenlijk, wie doet er mee? Dankjewel, dat was mijn verhaal, Herman. Oké, dankjewel Erik voor deze duidelijke presentatie van dit bijzonder creatieve idee. En de niet te missen oproep tot een vervolgactie. Mijn vraag zou zijn, naar welke partijen zijn jullie op zoek? Nou, het gaat natuurlijk om partijen die uiteindelijk interesse hebben, die een facilitator willen zijn in deze energietransitie. Wij kunnen met onze know-how helpen om het idee verder levensvatbaar te maken. Maar we hebben uiteindelijk partijen nodig die funden, die eigenaar willen zijn van zo'n oplossing. Misschien wel ook een soort operator willen zijn die deze faciliteiten willen aanbieden naar partijen die daar op zoek naar zijn, zoals de industrie. Oké. Er wordt hier een vraag gesteld over de totale opslagomvang. Nou, wat ik heb aangegeven is dat we denken in eerste aanleg aan 4 leidingen over 100 kilometer met een diameter van 48 duim. Dat geeft dan zeg maar orde grootte in een piekcapaciteit van 72 miljoen kubieke meter waterstof, als ik het goed onthouden heb. En dat zou even orde grootte met de opslagcapaciteit die men bijvoorbeeld in de zoutcavernes in Groningen in gedachten heeft. Zou dat een 20% zijn van die volumes die men in die zoutcavernes heeft gedacht. Oké, dus dat is substantieel. Ja. En ook nog op de schaal als je zou willen. En hebben jullie al verder andere initiatieven genomen behalve deze oproep? Hebben jullie met andere partijen nog verder contact gelegd? Jawel, we hebben bijvoorbeeld, we zijn aangesloten bij H2 Go, H2 Goeree Overflakkee. Energieeiland, overschot aan energie, vooral windenergie. En die willen toch graag het groene eiland gaan worden naar de toekomst toe. En hebben partijen bij elkaar gebracht om met elkaar na te denken hoe gaan we dat doen. Er zijn ook al concrete stappen aan het zetten. En wij zijn nu sinds kort toegetreden om met onze achtergrond, met onze kennis, te helpen die volgende stappen te faciliteren. Oké. Lijkt me zeker een goed initiatief. Er wordt nog een vraag gesteld of de defensieleidingen zijn, maar dat zijn het volgens mij niet. Voor mij zijn dit gewoon industriële leidingen, toch? Nee, het is de basisinfrastructuur, die leidingenstrook, is beschikbaar voor de helft gevuld met andersoortige leidingen. En is dus al planologisch bestemd. En ja. Dat we dus 4 nieuwe leidingen aanbrengen, of 2, of 3, of 6, whatever. Om deze opslag voor waterstof mogelijk te maken. Oké. Ja, want we hopen dat deze oproep jullie een stapje verder helpt in dit proces. Ik denk het wel, want er zitten natuurlijk veel liefhebbers aan beeld gekluisterd. Wat de tijd betreft moeten we het hierbij laten. Erik, dank je voor je presentatie. En veel dank succes met dit innovatieve idee. Dan wil ik verder gaan met de afsluiting. Eerst nog even een aankondiging. We hebben 2 aankondigingen. Laten we nu in beeld komen. Dat zijn geen evenementen van Dutch Power. Maar we hebben wel alles te maken met innovatie en offshore. Dus we dachten, laten we in ieder geval die even onder jullie aandacht brengen. Een van die zaken is van TKI. TKI is een partij waar we heel veel mee samenwerken. En terwijl jullie naar dat nieuws kijken, wil ik komen tot een afsluiting. Ik wil om te beginnen alle sprekers bedanken voor een geweldige innovatieve bijdrage. Je gaat in 5 of 10 minuten moet je iets presenteren waar je al jaren aan werkt. En wat in sommige gevallen heel spectaculair is en eigenlijk nog niet vertoond. Eigenlijk doe je het wat dat betreft soms misschien een beetje te kort. Maar aan de andere kant zijn we er al heel dankbaar dat mensen met zulke geweldige ideeën willen presenteren bij Dutch Power. En dankzij die presentaties hebben wij inzicht gekregen in de allernieuwste ontwikkelingen op offshore gebied op de Noordzee. En dankzij Sandor Gaastra hebben we ook het beeld gekregen dat als we dachten dat het minder zou worden op de Noordzee, de ontwikkelingen, ze krijgen eerder een nog grotere boost. En daarnaast wil ik natuurlijk alle deelnemers aan dit webinar
danken voor hun actieve bijdrage en hun vragen stellen en het meedoen en natuurlijk het luisteren. Helaas hebben we niet alle reacties mee kunnen nemen. We kunnen kijken of we met een soort zeef achteraf nog even kunnen kijken of we reacties die niet zijn meegenomen alsnog kunnen beantwoorden. En ik wil langs deze weg in ieder geval ook Jeanette en Michelle en de werkgroep Wind op Zee bedanken voor hun actieve bijdrage en hun voortreffelijke organisatie. Tot slot wil ik dan eindigen met de aankondiging dat er op 15 april weer een nieuw webinar wordt georganiseerd door Dutch Power over energieopslag. Ik dank jullie allen voor de aandacht en nog een hele fijne middag. Bedankt.